verrast op het vertrek van Gert-Jan Segers. Nou, Tessa zei het al mooi, hè? Ineens kwam daar afgelopen nacht de brief aan de leden van de ChristenUnie. Hun partijleider houdt het na 7 jaar partijleiderschap en 10 jaar Kamerlidmaatschap voor gezien. Segers was de hoofdonderhandelaar voor de ChristenUnie bij het huidige en het vorige kabinet. Hij kent de afspraken met en de gevoeligheden van deze coalitie dus als geen ander. Dus ja, het is toch wel een vertrek dat in politiek Den Haag zwaar wordt gevoeld. De eerste reacties druppelen binnen. Ik heb contact met VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, las u dit vanmorgen in de krant of had u stiekem al een appje in de coalitie-app gehad? Nee, ik heb Gert-Jan gisteren persoonlijk gesproken. En toen meldde hij u? Ja, toen vertelde hij mij dit nieuws. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar echt een beetje van verslag van dit plotselinge vertrek van hem. Want het is echt een ontzettend fijne collega in de coalitie als collega fractievoorzitter. En ik kan ook persoonlijk gewoon heel goed met hem samenwerken. Dus ik ga hem ontzettend missen. U gebruikt het woord plotseling. Ja, dat was het wel voor mij, ja. U bent er echt van geschrokken? Ja, ik belde hem gisteren even over wat, zoals dat gaat in zo'n samenwerking. Even een paar dingen om te bespreken. En toen... zei hij aan het einde, ik moet je ook nog wat vertellen. Een bijzonder telefoontje kan ik me voorstellen. U heeft dus met hem die coalitieonderhandelingen gedaan. Wat was dit voor onderhandelaar? Een hele stevige onderhandelaar. Gert-Jan staat heel duidelijk voor zijn idealen, opvattingen, overtuigingen. En het zou ook niet verrassen dat hij en ik op onderwerpen echt enorm van mening verschillen. Mm-hmm. Maar de manier waarop je met hem het gesprek daarover kon voeren, waarop hij echt oprecht luistert, naar jou luistert, doorvraagt, waarbij jouw ideeën, maar ook zorgen vandaan komen, mm-hmm. dat maakt het op een hele prettige manier van onderhandelen. Dus het is stevig, hij weet waar hij naartoe wil. Maar snap ook dat in een coalitie dat het altijd geven en nemen is. En dat je elkaar dus ook wat moet gunnen. Ja, want nu staan die afspraken natuurlijk op papier. We hebben een coalitieakkoord, daar zijn zaken afgesproken. U weet ook, het is een moeilijke tijd. En zaken zijn nou eenmaal ook een beetje afspraken van man tot man, man tot vrouw in dit geval. En nu zou ik bijna willen vragen. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat we gewoon op die manier door kunnen gaan in de coalitie. Ik ken Mirjam Dikker inmiddels ook al een tijdje. Ik weet zeker dat ik ook met haar tot een hele fijne en goede samenwerking ga komen. Carola is er natuurlijk ook nog, met wie we die afspraken gemaakt hebben. En ik ga Gert-Jan ontzettend missen, maar over het onderliggend vertrouwen in de afspraken die we gemaakt hebben, maak ik me geen zorgen. Dank u hartelijk voor de toelichting. Verrast na een gewoon normaal telefoontje eigenlijk, was het bedoeld. Ja. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Ja. Meneer Asmani, u kent meneer Segers ook goed, hè? Ja, ik heb met hem mogen samenwerken, ook in de Tweede Kamer, toen ik Tweede Kamerlid was. En hoe was dat? Ja, fijn. Herkent u wat mevrouw Hermans hier op Ja, absoluut. Ik herken de woorden van Sophie Hermans heel, heel goed. Hij benadert mensen altijd met respect. Dus dat is heel, heel plezierig. Hij is inderdaad ook bevlogen, heeft bezieling. Dus hij weet waar hij voor staat. Maar hij is ook bereid om te luisteren naar andere argumenten en snapt ook het grotere geheel in de politiek, dat je soms ook water bij de wijn moet doen voor het belang van Nederland. En daarom is het denk ik ook wel een gemis. Ja. Maar dat is een persoonlijke afweging. Nou, later deze ochtend gaan we het er langer over hebben, maar we gaan nu naar ander politiek.